We gaan een snack maken, een gezonde snack, met gedroogd fruit en een assortiment van noten. Ik heb een notenmengeling van hazelnoten, pistachenoten, ik heb rozijntjes, ik heb amandelen. Ik hak het fijn met het mes, omdat ik het dan beter onder controle heb. Maar je kan het gerust in je keukenrobot doen. Niet te lang, liefst op puls. Je hebt wel die stukjes nodig. Als je pistachenoten gebruikt, best de gepelde. Die zijn ook heel mooi van kleur. Want als je de ongepelde neemt, dan zit je met die velletjes. Het snijwerk is een beetje arbeidsintensief, maar ik maak dan ook een heleboel repen ineens. Dus je ziet de mooie kleurtjes. Groen, rood, bruin, heel mooi. Ik ga nu de dadels en de vijgen toevoegen. Die zijn zeer gesuikerd, maar die gaan ook zorgen dat alles mooi samen blijft. Gedroogde fruit snij je beter met de hand. Want als je dat in een keukenprocessor doet, dan heb je onmiddellijk moes. Dan is dat heel moeilijk. Dan vind je die, zie je die stukjes zo niet mooi meer in je reep. Dan is dat echt een papje. Zo. Het snijwerk zit erop. We gaan de bloem er gewoon bij gieten. En dan een lepel kokosolie. En nu alles goed mengen. Je mag je handen gebruiken. Het beste is van alles op een bolletje zo te mengen. Ik ga het mengsel nu in een vorm doen. Ik heb voor deze vorm gekozen. Dat die niet te groot is en ook het kan in de oven. Ik ga er wel bakpapier in leggen. Dan gaat alles gemakkelijker eruit gaan. Nu doe ik het mengsel erin. En dan goed duwen naar de vorm die je hebt. Zo, deze gaat nu een 20-tal minuutjes in de oven. Ik heb de oven al voorverwarmd op 150 graden. Na de oven moet die afkoelen en een uurtje in de diepvries. Maar die versie heb ik gisteren al voorbereid. Voilà. Dat is de versie die ik gisteren heb voorbereid. Dus nu kan je kiezen hoe groot de stukken zijn die je ervan snijdt. Best niet te groot. Het is een beetje hard, maar het wordt direct zacht. Je bewaart het best in de diepvriezer. Je kan er kleine snoepjes van snijden of reepjes. Een superlekkere hap met gezonde suikers.